Paparazzi van roddelbladen als Weekend zijn altijd op jacht naar exclusieve foto's van beroemdheden. Ze sluipen rond in de buurt van huizen, restaurants, clubs en andere plaatsen waar beroemdheden vaak worden gezien, in de hoop een glimp op te vangen van hun persoonlijke leven. En daar zijn de sterren niet altijd blij mee. Johnny de Mol staat nu groot in de Weekend met foto's waarop hij op zijn bakfiets door Blaricum rijdt. Voor een bakkerij in Blaricum stond Johnny te praten met twee dames die ook een kind bij zich hadden. Daarna boog hij zich over zijn zoontje in de bakfiets, waarschijnlijk om te vertellen waar ze heen zouden gaan. En direct daarna gebeurt er iets waar de paparazzo behoorlijk van schrikt. Johnny begint te rijden, met zijn telefoon in de hand. Johnny keek daarop terwijl hij fietste. Gewaagd, want als de politie hem had betrapt, hadden ze hem een boete van €140 kunnen geven. Het is van cruciaal belang om tijdens het besturen van een bakfiets met je kind er in je volledige aandacht op de weg te houden. Het gebruik van een smartphone tijdens het fietsen kan leiden tot afleiding en verminderde reactietijden, wat het risico op een ongeval aanzienlijk vergroot. Het lijkt erop dat Weekend met de fotoreportage wil wijzen op de verantwoordelijkheid die ouders hebben om de veiligheid van hun kind te waarborgen en onnodige risico's te mijden. Op dit vlak heeft de presentator nu een steek laten vallen. Johnny is door de paparazzo van Weekend niet om een reactie gevraagd.